Pop in inderdaad Spijkers met Koppen, want daar luister je naar. En dat zitten wij te presenteren, want dat is de afspraak. En dat doen wij graag. Wil je net aan je lunch beginnen? Wil je net aan je lunch beginnen? Wacht daar dan even mee. We gaan namelijk praten over extreme cleaning, oftewel extreme schoonmaakklussen. En dan heb ik het niet over stofvlokken onder de bank of broodkruimels onder de plint of spinrag aan het plafond of zelfs niet resten chips. Echt niet. Heb ik het over serieuze troep. Ik praat over poep, bloed en andere lichaamsstoffen met zijn bedrijf Frisse Kater Ruimte Toekroe Sierra Koglu. Deze extreme rotzooi op. En hij schreef daar een boek over. En Willemijn praat met hem. Juist, Torrel, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb hem hier liggen, het boek. Frisse Kater, is dat omdat je er een kater van krijgt om het werk te doen, maar dat dan het daarna weer fris is? Nee. Dat komt door hoe we zijn begonnen. We kwamen naar huisfeesten in combinatie met vers ontbijt. Dus ze brachten letterlijk een frisse kater. Oké. Ja. Oh, dat was wel iets heel anders dan wat je nu doet. Dat was iets heel anders, ja. Daar bracht je vreugde. Nu, nou ja, eigenlijk breng je nu ook vreugde. Als ik het ja, zo ik zeg, eigenlijk is er niet veel veranderd. Want in het begin ontzorgden we mensen en dat doen we nog steeds. Alleen op een iets andere manier. Ja, want leg even uit, wat voor soort schoonmaakklussen doe jij? Wij komen eigenlijk in situaties waarbij er extreme vervuiling is. En dat kan verschillende redenen hebben. Het kan zo zijn dat iemand is overleden en een paar weken dood in huis heeft gelegen. Het kan een zelfmoordpoging zijn. Het kan zijn dat iemand 10, 20 jaar zijn woning niet heeft schoongemaakt. Ja, Rioloverstromingen. Het kan van alles. En dan ben jij nog best wel een relatief jonge jongen. En je doet dit al aardig lang. Hoe kwam je er in vredesnaam bij om dit te gaan doen? Ik was ongeveer 2 jaar bezig met het schoonmaken naar huisfeesten en dergelijke. Ja. En toen had ik er een beetje mee gehad. Ik had geen zin meer in. Het was gewoon zwaar werk voor weinig geld. En ze lieten me steeds dingen opruimen waarvan ik dacht van nou is dit geen bloed of iets anders. Maar ik kon het nooit bewijzen. Tot op een gegeven moment iemand uit de kelder naar boven kwam lopen en zijn oogbal die hing zo uit zijn oogkas eigenlijk. Pardon? Ja, hij was echt heel heftig. Hij zat helemaal onder de bloed, een flinke snee in zijn gezicht. En toen wist ik, hij is door het ruit heen gevlogen. Ik weet niet of er een vechtpartij had plaatsgevonden of iets anders. Dit was in een studentenhuis? Dit was in een studentenhuis. Okay. Dus ik zat toen zijn bloed daarop te ruimen. Eerst dacht ik, misschien ketchup of voedselgevecht of zo. Wat een gek verhaal dit. Ja, heel gek. Ja. En ik zei ook tegen hem, gaat het met je? Ja, gaat prima. Hij gooide een skateboard op de grond en hij skate zo de straat uit. Ik dacht, wat is dit voor... skate heb je maar 1 oog nodig. Dat is in principe je weinig diepte. Ja. Maar toen dacht je, laat ik er dan maar mijn professie van maken. Toen dacht ik van, weet je, want ze flikte het iedere keer dat ze mijn dingen liet opruimen. En dan bleek het achteraf iets heel anders te zijn. Ja. En toen ging ik naar huis, ging ik even onderzoeken. Nou, hoe zit dat met bloed opruimen? Is het gevaarlijk? Wat voor bedrijven doen dat? Ja. En toen stuitte ik op crime scene cleaning. Want dat is een hele grote industrie in Amerika. Ja, crime scene cleaning. En dat is wat je nu doet. Ja. Wat je zelf net zegt, hè, ook mensen die bijvoorbeeld al... Kijk, een vervuild huis is heel vervelend. Maar iemand die al weken dood ligt in zijn huis. Dat lijkt me ongelooflijk aangrijpend. Ja, ik had vannacht nog een opdracht. Ja? Ik ben pas om 4 uur naar bed gegaan. Oké. Want ik was nog ook een lijkvinding. Je had ook een tijdje in huis gelegen. En als jij aankomt, dan is dat lijk al weg, of niet? Dat lijk is al weg, ja. En mag ik vragen wat je dan aantreft? Het zal niet heel dat hangt zijn. Vanaf. Kijk, als iemand niet al te lang in de woning heeft gelegen... dan is er bloed en dergelijke aanwezig. Hij is wat bloed verloren of hij heeft in de woning gespuugd. Ja. Maar als iemand echt maanden ergens heeft gelegen... Ja, dat lichaam dat ontbindt zodanig dat het meeste blijft gewoon op de vloer liggen... als een soort van pap. Jeetje. Dus dan ruim je echt het merendeel van het lichaam wel op. Ja, maar dan moeten ook mensen lachen. Ik snap het ook. Ook een beetje uit verschrikking, uit walging, uit angst misschien. Ja, die reactie hebben wij soms ook. Maar het is ook heel erg verdrietig. Het gaat ook over eenzaamheid. Mensen die al weken thuis dood liggen. Heb jij wel eens contact met nabestaanden? Soms wel, soms niet. In dit geval bijvoorbeeld vannacht wouden de nabestaanden niks met hem te maken hebben. Die man die leeft al jaren in isolement. Zijn woning was ook heel vervuild. Ja. Maar soms heb je wel nabestaanden die jaren niks van Schepper laten horen... maar nu de geld te halen valt, dat ze dan ineens wel komen. Of je hebt nabestaanden die echt verdrietig zijn natuurlijk. Het is een mix van alles. Ja. Nou ja, ik las vandaag in... Je schrijft ook columns voor het Parool over je werk. En vandaag was een hele mooie column. Het ging ook over iemand die al 4 weken een dame dood had gelegen. Klopt. Maar de nabestaanden was jou enorm dankbaar. Ja, ze hadden hun moeder jaren niet gezien. Want haar moeder hun moeder was eigenlijk al vanaf jonge leeftijd... dat hun kind waren, was zwaar verslaafd aan de alcohol. Ja.
En die had eigenlijk de hele relatie met haar kinderen had ze gewoon helemaal kapot gemaakt door de verslaving. Maar ze hielden wel altijd nog van haar. En dat zag je wel, ondanks dat ze al jaren geen contact met haar hadden gehad voor haar overlijden, zag je wel dat ze heel emotioneel waren. En ja, hij zei ook van, het is mijn lieve mama, mijn moeder, mijn alles. Ach. Want ja, het blijft toch je moeder. Dus ja, we zien verschillende situaties, verschillende reacties, verschillende... Heb je nog wel een beetje vertrouwen in de mensheid? Want je maakt bijna alleen maar hele ellendige dingen mee. Ja, ik moet zeggen, soms heb je een periode dat je zoveel nare dingen meemaakt dat je denkt van, ja, hoe gaat dit ooit goed komen? Maar dan zit er bijvoorbeeld zo'n meneer tussen. Ja. Die dan zo lief en warm reageert dat je denkt van, ja, er zijn ook nog wel mensen die het begrijpen en... Dat geeft je toch wel hoop. Ja, snap ik. Je hebt niet alleen een column in het Parool, je schrijft een boek, maar je hebt ook een YouTube-kanaal. En je maakt filmpjes van de klussen die je doet. Klopt. En die worden ongelooflijk veel bekeken. Ja, mensen moeten maar eens gaan kijken. Ook niet te lang, moet ik zeggen. Want het is precies wat jij beschrijft, maar dan in beeld. Ik heb gisteren de poepsoep bekeken. Ja. De poepsoep. De poepsoep. Een heel bad, een lichtbad vol met poep. Een hele wc vol met poep. En dat moet hij dan allemaal leegscheppen. Schrik jij nog wel eens? Het zijn dingen die wij niet meemaken, meestal. Kom je nog wel eens echt dat je schrikt of dat het erger is dan ja, je... Op het moment als je daar bent, dan gaat gewoon een knop om en dan ga je aan het werk. Want ja. je bent op dat moment gewoon in shock. Want alles in je lichaam, in je geest, dat zegt, dit is niet normaal. Dit hoort niet. Dus je weet ook niet hoe je erop moet reageren. Nee. Dus alles gaat gewoon op nul. Verstand op nul, emotie op nul. En als schoonmaken. Maar achteraf, zeg maar een week of twee weken daarna, en je kijkt terug naar die foto's en denk je van, wow, wat heb ik opgeruimd? Wat vind je het meest indrukwekkende wat je hebt meegemaakt? Of een van de meest indrukwekkende klussen? Nou, die badkamer bijvoorbeeld van laatste was wel inderdaad wel heel heftig. De poepsoep, ja. Maar ook wat mij altijd zal bijblijven was een jonge dame van begin 20 die haar vader had gevonden nadat hij zelfmoord had gepleegd. Ja, sorry dat ik het ga zeggen, maar hij had een kettingzaag op zijn keel gezet. Jezus. En ja, het ging prima en ze hadden hem nog gesproken. Een hele lieve band met hun vader en uit het niets... komt ze thuis en ze zoekt haar vader. Ze gaat achter in de schuur kijken en daar lacht hij. Ja, die gewoon die sfeer die daar hing, hoe ze gingen huilen en hoe ze er, ja, dat raak je nooit meer kwijt, dat beeld. Vraagt iemand wel eens hoe het met jou gaat? Zelden. Hoe gaat het met je? Nou, nog goed, gelukkig. Ja. Maar denk je dat je dit werk, als je dit zo zegt, denk ik niet dat je dit nog 10 jaar moet doen? Ja, ik zei laatst in een interview dat het voelt alsof je een spons bent. Dus je zuigt niet al het vuil op wat daar is, maar ook alle emotie en alle verdriet die daar is. Op locatie, maar ook bij die mensen. Ja, op een gegeven moment raakt een spons gewoon vol. Maar ik weet niet hoeveel procent ik nog over heb van mijn spons. Maar ja, ik denk dat op een gegeven moment is het gewoon genoeg. Is dat ook waarom je er een boek over schrijft? Omdat je het wil delen met mensen, je verhaal? Niet per se mijn verhaal, maar echt de verhalen van de mensen. Want ik wil niet dat hun verhalen verloren gaan. Want uit ieder overlijden is er wel wat te leren. En dat schrijf ik ook aan het einde van mijn boek. Ik heb dit boek niet voor de sensatie geschreven, maar echt dat mensen wakker worden en beter op elkaar gaan letten. En gaan inzien dat er bepaalde dingen gebeuren die gewoon niet hoort te gebeuren. Nee. Het is een mooi boek. En die columns zijn ook prachtig in het Parool. Dankjewel. En let een beetje op jezelf. Dankjewel. Toedel, chikaragul. Chiragolo, moet ik zeggen. Ligt vanaf nu in de winkels. Schoon genoeg.